Hallo kijkers van Shine Sprites, ook maar een gloednieuwe aflevering van Metabots. Metabi version tegen Rakusho version. En jij had een van de verhalen over PT? Ja. Misschien weet ik wel wat het is, maar ja, het triggert PT niks bij mij. Jij weet het verhaal wel van Konami en Kojima, of dat ook niet? Nee. Oké, je weet wel wie Kojima is? Nee. Oké, je weet wel wat Metal Gear Solid is? Ja. Oké. Lang, lang geleden. Toen de vuurnatie aanviel, nee. Nou, zelfs voor die tijd. Nee. Was Kojima een beetje het idee achter Metal Gear Solid. Nou, ja. Ik hoef niet uit te leggen dat Metal Gear Solid een aardig goede franchise uiteindelijk werd. Ja. Dus, allemaal goed, allemaal top. Nou, toen deze twee, Sons of Liberty. Toen zei Kojima, weet je wat, ik vind het goed geweest, volgende. Mocht niet van Konami, prima, dan maak ik een derde. Nou, toen weer verder door. Nee, je wil toch een vierde maken. Oké, prima, we maken een vierde. Wilde eigenlijk liever niet, maar ja, oké. Ja. Oké, helemaal goed. Nou, toen kwam was 4, gezegd van oké, nu ben ik er klaar mee. Nee, toch een vijf. Toch een vijfde. Nou, een paar problemen, want één, tegen die tijd was ook een beetje meer het pachinko-idee, je langzaam zeker meer naar de focus, een beetje mobile gaming, die dingen van Konami. Ja. En er kwam een nieuwe persoon binnen die aardig goed was met die mobile trend die toen speelde. Okay. Ik weet zijn naam niet, het is Japanse naam, ik weet even zijn naam niet. Die vroeg aan Kojima, hey Kojima, mag ik Solid Snake voor mijn app? Nou, ja. Het is de typische trash mobile app. Dus Kojima zei ze van, haha, nee. Mm-hmm. Nou, die tijd was Konami nog van, weet je wat, ga nou eens een keer door met Metal Gear Solid 5. Maar het duurt zo lang. Nou, ploegen. Hij heeft gewoon gezegd van, ja, sorry, ik heb gewoon de tijd, ik wil het goed doen. Ja. Nou, prima, dan brengen wij eerst Metal Gear Solid Ground Zeroes uit. Wat eigenlijk de eerste 3 uur van de game had moeten zijn van Metal Gear Solid 5. Maar ze nu apart hadden verkocht als, nou, tussen haakjes, de game of al een beetje als teaser. Ja. Nou, kan je zeggen of wat je wil. Kojima vond het eigenlijk niet leuk, maar ja, het moest, want geld moet in het laadje komen. Ja. Nou, omdat Kojima ook wist van, oké, ik sta nog niet echt heel goed meer in de schijnwerpers. Want, één, hij had een beetje mot gemaakt dus met die mobile persoon. Want ja, mobile was wel het geldmaker. Nou, die persoon ging steeds verder omhoog en Kojima werd meer een oude dinosaurus. Of van oude tijden, hè. Van console games, toen consoles nog goede dingen moesten zijn voordat multiplayer, lootboxes, al die crap erin gingen. Ja. Dus ja, Kojima werd steeds meer onder druk gezet en die mobile kreeg steeds meer macht. Nou, uiteindelijk was Kojima zo van, weet je wat, ik ga ondertussen werken aan Silent Hill, of een Silent Hill project, om zomaar mijn team wat te beschermen. Want als Metal Gear Solid 5 klaar zou zijn, zou hij en zijn team ontslagen worden. Omdat, nou ja, oude tijden, levert minder op. Dat dus. Oké, ja. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga een Silent Hill game maken, want die franchise ligt toch maar niks te doen. Oké. Maar de manier waarop was niet helemaal netjes, omdat hij het een beetje niet via Konami is geregeld. Met als gevolg, Konami vond het niet echt heel erg leuk. Ja. Nou, PT werd een goed succes, was een game van 2,5 uur. Echt een beetje frille horror. Iets waarin je iedere keer een hal doorloopt. En iedere keer is de hal anders. En het vertelt gewoon een verhaal met allemaal dingen ertussen van weet je, de reflectie van wat nu speelde met Kojima. Okay. Van, het is 10 jaar geleden, dit en dit. En ja, je bent een gevangene. Oh ja, yeah. Oh, oké. Yeah, een beetje op die yeah. manier. Dus ook een beetje een schreeuw om hulp. Ja. Nou, PT was een gigantisch succes. Okay. Konami vond het niet leuk en heeft toen letterlijk van de PlayStation Store afgehaald binnen volgens mij een maand.
Oké. Okay. Want Kojima had een paar hints gegeven dat hij echt gevangen was. Hij zal nooit erkennen, maar er waren wel duidelijke hints erin. Alleen okay. Kojima had dat gewoon goed verstopt achter nou ja, bepaalde stappen. En hij ging ervan uit van oké, mensen komen daar niet achter. Ik heb daar wel meer tijd voor. Ja. Nou, als er één ding is wat YouTubers, gamers en mensen op het internet hebben, dat is tijd. Ja, precies. Dus waar Kojima dacht, ik heb al 3 maanden, hadden mensen uitgevonden binnen 3 dagen. Mm-hmm. Dus ja, dan kan je nog argument geven van hoe goed is het nou daadwerkelijk verstopt? Nou ja. Ja. Dus dat. Nou, Konami kwam erachter. Konami vond het niet leuk. En heeft Kojima letterlijk in een aparte kamer neergezet. Voor 3 maanden van, jij maakt nu Metal Gear Solid 5 af. Okay. Hij mocht niet praten met zijn team. Alles werd gereguleerd. En hij kwam binnen, moest in zijn kamer zitten, afgesloten voor iedereen, alles werd nagekeken. Einde van de dag mocht hij zijn kamer weer uit. Oké, what the fuck. Alles wat ik nu zeg is ook gewoon bevestigd. Niks wat ik zeg is gespeculeerd. Oké. Okay. Dus, Metal Gear Solid 5 kwam uit. Nou ja, 2/3 van de game is me opgeleverd, 1/3 van de game is nooit afgemaakt. Oké. Okay. Maar dat kan je allemaal zien met concept art. Zo'n hele Kingdom of the Flies onderdeel nog inkomen, is nooit ingekomen. Omdat de game nooit volledig is afgemaakt. Oké, what the fuck. Dus ja, nou, problemen. Kojima werd uiteindelijk ontslagen. En mocht ook bij heel veel award ceremonies niet aanwezig zijn, omdat Konami hem onder een NDA had geplaatst. Oké. Dus, dat dus. Nou. Uiteindelijk blijft er weinig over en ben je nu 8 jaar verder en is het opeens de anniversary van PT. En doen ze daar nog wat mee of dat niet? Nee, dat hele project is gewoon gecanceld omdat ze willen niks meer met Kojima te maken hebben en hoppakee, ja. Klaar. Dus ja, zoals gezegd, ik kon dat verhaal niet even uitleggen in 1,5 uur. Nee. Maar ja, het heeft wel voor gezorgd dat mensen gewoon een stronthekel hebben aan Konami. Omdat hun niks doen met de franchises en de franchises die ze willen reviven gewoon rommel worden. Ja, precies. Want het laatste Metal Gear game is Metal Gear Survive geweest, wat niks te maken heeft met Metal Gear. Oké, okay. Alleen de naam. Alleen de naam, ja. Maar denk je dat ze die game ooit nog op gaan pakken als dat toch iedereen aan die Kojima moet denken? Nee. Nee? Nee, hè? Ze laat het gewoon liggen en ja, jammer, maar ja, sorry. Maar dit is ook gewoon de reden waarom heel veel mensen gewoon fuck Konami zeiden destijds. Dus dat is een beetje het hele verhaal van Konami. En nu is hij volgens mij is hij opgekocht nu door Sony of door Microsoft, een van de twee. Ja. En kan hij gewoon zijn eigen ding doen voor dat bedrijf. Oké. Okay. Dus dat. Dus als jij ooit nog op Marktplaats een PlayStation game kan vinden met PT en je kan hem op €100 op de kop tikken, doe het, want je kan hem zo doorverkopen voor 1000 à 2000 euro. Oké. Okay. En met PTI dan bedoel je? PT. De Playable Teaser, dus de game die nog... die door Kojima is gemaakt destijds, omdat heel veel bedrijven, of tenminste Konami heeft geprobeerd, game tenminste van de eShop of de PlayStation Store af te halen. Ja, precies. Ja, het is een beetje blurrig allemaal voor mij, hoor. Nee, snap ik. Het is aan de ene kant een heel duidelijk verhaal, ja. Maar het is aardig wat informatie. Ja. Want ik dacht dat PT, of PT zeg maar... Mm-hmm. Dat een game op zich was, zeg maar. Het is een game op zich, maar het is uiteindelijk maar een playable teaser van een game. Net zoals die demo's die je vroeger had. Oké, maar waar is het een playable teaser van? Van Silent Hill, nieuwe Silent Hill die ze zouden willen uitbrengen. Want Silent Hill is gewoon wel was al een franchise, toch? Ja, klopt. Maar die franchise ligt nu ook al... Ik wil zeggen 10 jaar op zijn gat...
En welke heeft die Silent Hill ook een naam, zeg maar? Waar die playable teaser van is? Ja, ze zouden hem dan noemen Silent Hills. Ah, origineel. Ja, nogal. Dus ja. Maar ja, dat zie je met heel veel franchises. Die oude franchises van de 2000 zijn gewoon allemaal met de jaren gewoon verdwenen. Enige uitzondering is bijvoorbeeld nu Capcom, die erachter is gekomen dat ze Resident Evil gewoon kunnen remaken en mensen kopen het toch wel. Ja. Yeah. Waarom zou Resident Evil 4 remaken in plaats van Code Veronica, dat weet ik dan ook weer niet, maar ja. Nee, ik ben geen Resident Evil kenner, dus... Nou ja, jij kan het best wel snappen van als er al een HD remake en een remaster van is geweest, is het niet nodig om nog een keer een HD of een nieuwe te remaken. Twee keer! Oh, zei ik dat hardop? Ja, zei je hardop. Dus ja. Twilight Princess, hè? Ja. Nou kijk, Twilight Princess kan je het argument van geven van GameCube was één ding en Wii was de hele game omgedraaid. Hoe bedoel je omgedraaid? De game is gemirrored in Twilight Princess Wii. Echt? Waarom? Nou ja, wat is jouw sterke hand, links of rechts? Rechts. Nou, oorspronkelijk was de games voor linkshandigen, dus nu ben je rechtshandig. Hoezo voor linkshandig? Link is linkshandig. Oh, en omdat je op de GameCube gewoon controller hebt natuurlijk en op de Wii met dingen moet doen, zeg, zeker, of niet? Ja. Ah. Dus daarom is de game gemerkt. Dat is leuk trivia. Het is een beetje oude trivia van die tijd. Maar ik weet wel van nu dat voor mij er is geen optie in de Twilight Princess voor de Wii U. Dat je het kan draaien van ik speel nu de GameCube of ik speel nu de Wii versie. Dat is wel raar, want we zijn toch ook gewoon linkshandigen. Ja. Maar dat is het onderdrukte volk. Die mag niet naar voren komen. De revolutie van de linkshandigen moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. Dit knip ik. Nee. Nee, maar ik snap het eerlijk gezegd ook niet. Als je mensen moet vragen van waarom doe je nou niet gewoon linkshandigen... Die dingen, ik weet niet, maar meer en meer van de mensen zijn rechtshandig, dus daarom is het gemerkt. Ja, nu snap ik die keuze op zich wel, alleen dan doe dan gewoon allebei. Ja. Ik weet niet, misschien was het mirror en geen mirror op de beide games te doen gewoon te groot. Maar met mirror is toch alleen maar de Link zelf, neem ik aan. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer, of het alleen Link zelf is of de hele game is gemirrored. Ik zou echt raar vinden als ze daar een hele game voor mirroren. Ik zou het wel weer humor vinden, eerlijk gezegd. Ja. Yeah. Want ga je tutorials opzoeken? Huh? Waarom ben je dan aan de andere kant? Ja, want weet jij hoe ooit Sun and Moon is geprogrammeerd? En hoe bedoel je met geprogrammeerd? Hoe het een beetje in elkaar zit qua dingen. Nee, ik weet niet zo goed waar je naartoe gaat. Nou, normaliter zou jij ook gewoon zeggen van... Ik maak één keer een item aan, of ik maak één keer een object aan... waar ik iedere keer naar refereer. Omdat je niet iedere keer hetzelfde object moet in te laden, hè? Want je weet ook wel van... Ik kan wel 10 keer hetzelfde bestand downloaden... maar als ik één keer het bestand gewoon goed bewaar... Ja. En goede snelkoppelingen maak, hoef ik het niet 20 keer opnieuw te doen. Ja. Nou, er zitten een goede 200 Lily models in Sun and Moon. Omdat ze geen referentie-dingen hebben aangemaakt in die game. Wow. Dus als je afvraagt, hé, waarom is mijn game zo laggy? Daar is je reden. Dat komt door Lily. Ja. Dat is raar. Maar dat vind ik ook wel leuke trivia. Nu zou ik dat echt nooit zo goed voorkomen. In Twilight Princess Wii was echt alles gemirrored. What the fuck. Dus ja. Vind ik wel heel raar, maar ja, het is al... Ja, ach. Ik zat vast wel een reden achter. Nu vind ik dat de remake voor de Switch dan dat je hem dan ondersteboven moet spelen. Nee, dat hebben we al met Melamar. We moeten al... Yeah. We zijn nog één stap verwijderd van de oude wetse rumors van... Ja, je kan deze mon alleen involven op een dinsdagavond wanneer het regent tussen 7 en 8... En de batterij van je 3DS moet maar 20% zijn.
En er zijn dus ook gewoon mensen die dat dus geloven. Dat is nog het ergst. Nou ja, Mewtwo onder de truck is nog steeds een levend iets, hè? Dus... Mew onder de truck. Ja. Mew onder de truck. Dus dat. Maar ja... Hadden we het toch hebben over een leuk trivia feitje. Heb je ooit de oude Donkey Kong gespeeld? En dan bedoel ik niet Donkey Kong Country of wat dan ook, maar die oude, echt oude Donkey Kong. Ja, dat je zo over die trappetjes met ja. Mario moet lopen. Ja, ja. Ja, die heb ik gespeeld. Nou, je kent vast wel Donkey Kong 64. Country of? Donkey Kong 64. Voor de Nintendo 64. Die heb ik nooit gespeeld. Oké. Okay. Letterlijk in één wereld kan je een banaan krijgen, een beetje de collectible van die game. Als je het eerste level van Donkey Kong kan uitspelen. Oh, echt? Ja. Dus dan ben je in zo'n rare industriegebied. Heb je zo'n arcade en speel je de oeroude Donkey Kong. Haal je hem en dan huppakee, krijg je een collectible. Wat grappig. Toen mensen nog geloofden in, heb wat fun met je... game qua developer. Ja. Want dat is ook, ik weet niet of het Mass Effect is of een andere game, maar je kent wel van Choose Your Name Wisely, dat je naam moet invullen, hè? Wel, of dat je tenminste, of dat je naam moet invullen om een character te noemen, hè? Ja. Van, net zoals bijvoorbeeld met deze game, dat je kan kiezen van ik heet Milan of ik heet wat dan ook, in plaats van Ikki. Ja. Nou, in die game was het zo van Choose Your Name Wisely. Ja. Als je dan invult Wisely, zegt ze van nee, dit reken ik niet goed. Je kan de naam niet aanpassen, dus zorg ervoor dat je de juiste naam kiest. Typ je in juiste naam. Ja, lolbroek, nu een goede naam invullen. Een goede naam. Een goede naam. Weet je wat, ik geef het op. Ga je gang maar. En die tekstboxen staan er gewoon in. Oké, what the fuck. Dus, maar dat is ook gewoon lol hebben in de game. Ja. En een andere, en dat is een hele oude game, dat is volgens mij een oude Atari game. Had iemand iets gewonnen en kon dan een eigen kamer krijgen. Dus die zou een kamer krijgen in de game. En de game was een beetje van, je gaat van kamer naar kamer om op zoek te gaan naar het einde. Oké. Nou, als jij iets had gewonnen, dan hoop je dat je ook gewoon op een makkelijke manier die kamer in kan komen, hè? Ja. Die kamer is naar... Volgens mij kostte mensen 20 jaar voor de mensen die kamer hadden gevonden. Wat? Omdat het zo'n bullshit manier was. Oké. Maar ja, uiteindelijk heb je wel zijn kamer. Maar, weet je wat het leuke is? Jij hebt de game uit? Nee. Oh. Nee, het was maar zo'n feest. Was het leuk geweest? Nee, weet je wat? Ik weet eigenlijk niet meer waar ik naartoe wou met mijn verhaal. Dat is niet goed. Nee. Even denken hoor. Zek, ik weet het niet meer. Kom vast wel weer terug. Ja. Maar ja, blijf even mooi een trivia feitje. Je bent wel bekend met Kingdom Hearts, dat de franchise is, hè? Ja. Kingdom Hearts 1... hadden ze een keer een contest gedaan van, weet je wat, maak een mooi design voor een superboss. En dan komt jouw naam als, dan wordt jouw superboss in de game gezet. Ja. Heel gaaf, heel top, heel mooi. Nou, een soort van definitive versie kwam uit en huppakee, superboss. Kurt Zisa. En letterlijk de persoon heette Kurt Zisa. Die de ding had ingevuld. Dus die heeft gewoon een superboss gekregen in Kingdom Hearts. Wat vet. Dat is wel echt vet. Hetzelfde als dat je een Pokémon zou mogen verdoenen. Mm-hmm. Inderdaad. Dus maar dat is precies wat ik bedoel. Van in de jaar 2000 en 2015 zo'n beetje. Waren gewoon bedrijven veel meer geïnteresseerd om gewoon die tijd erin te stoppen. Ja. Nu is het echt meer zo van, nee, lootboxes, wil je de definitieve versie van de game? Jammer dan, die ga je niet krijgen. Ja, precies. Ik weet wat ik wou zeggen volgens mij. Nou. Ja, je zei van, het duurde 20 jaar voordat die kamer was gevonden. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook een beetje met de tijdgeest te maken. Want ik denk dat het nu veel, omdat je met internet zo... Klopt, ja. Ja,
dan als iemand het heeft gevonden, dan is het voor iedereen bekend, zeg maar. Ja, maar net zoals bijvoorbeeld Mew nou in Gen 1. Ja, nou dat heb ik een jaar of 10 of 15 geleden ook gedaan met Justin samen. Dat we dat ergens op internet lazen. Ja, nou. In dat opzicht is het precies hetzelfde, hè? Ja. Als het eenmaal op internet is, dan kan je het makkelijk vinden. Maar ja, exact hetzelfde met bijvoorbeeld een game die nu net uit is, Xenoblade 3. Ja. Letterlijk binnen een dag had je al walkthroughs voor quests, hoe je bepaalde dingen moest doen. Ja. Beste klasses waren, hoe je bepaalde dingen moest ontdekken. Maar dat is ook fucking slim van de mensen die dat erop zetten, want dan krijgen ze superveel views van, zeker als een game nieuw is. Nee, precies. Daarom kan je ook het best, als er een nieuwe game is, meteen die game uploaden. Ja, alleen als jammer genoeg, ik heb die tijd niet om dat direct te doen. Nee. Dus ik heb maar gewoon opgegeven en ik heb maar gewoon New Game Plus gedaan en die ben ik nu aan het opnemen. Ja. Maar ik had ook gewoon geen zin om iedere keer spoilers te zien van de game. Nee, dat snap ik. Want ik dacht van oké, ik wil even alle classes unlocken van de game. Dat je tenminste alle weapons kan gebruiken. Ik mis er één. Dus ik dacht van weet je wat, prima, ik zoek hem even op. Nou, ik had dat nooit kunnen vinden. Nee? Nee, wat het eigenlijk was is dan had je... Eén quest triggert automatisch, daar kon je niet omheen. Ja. Dan zou je naar een compleet ander gebied moeten gaan waar je normaal nooit naartoe gaat. Ja. Dan zou je eigenlijk een hele rondje moeten doen rond de map. Om die dingen te doen. En dan zou je nog tussendoor een paar quests moeten doen voor bepaalde gebieden. En dan triggert die. Oké. Krijg je een hele goede goede wapen ervoor? Nee, maar ik wil het nog gewoon hebben. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon het collectibles hebben. Dat zou ik ook willen. Alles wil je dan hebben, ondanks dat je er toch geen gebruik van gaat maken. Nee. Dus ik dacht van, weet je wat, heb ik klaar. Nou, en toen opnieuw Game Plus. En dan kom je opeens achter van, ja, ze hebben geen quality assurance gedaan op deze game. Want? Nou, als je nu Game Plus doet, neem je een paar dingen over. En een van de dingen die je overneemt is een skill. Die je eigenlijk pas in chapter 6 van de 7 krijgt. Dus aardig laat in de game. Maar ja, die kan je al aardig snel krijgen. Mm-hmm. Was het probleem van die talent, die neem je gewoon over. Dus in chapter 1 heb je al meteen toegang tot die skill. Om die te gebruiken. Ja. Wat is die skill? De skill is dat jij Doom kan inflicten op je enemy. Wat is Doom in de game? Doom is instant death. Oh. Wauw. Dus dan gaat het super snel. Ja. Maar New Game Plus is dus is echt een mode, zeg maar. New Game Plus is echt een mode. Dus je speelt gewoon de game opnieuw, maar dan neem je gewoon een paar dingen over. Om een paar dingen te doen. Bijvoorbeeld, Xenoblade Chronicles 2 had bijvoorbeeld dat jij bepaalde characters niet kon krijgen pas in New Game Plus. Oh, oké. Dus ja, als je een bepaalde character wil hebben, kon je dat doen. Maar ja, er zijn ook mensen die dat niet konden doen in New Game Plus, omdat ze wilden gewoon eerst de game spelen en dan pas dingen gaan unlocken. Wat volledig begrijpbaar is, maar... Ja, snap ik. Het is wel even een ander dingetje dan. We zitten eigenlijk gewoon een podcast op te nemen als je het zo bekijkt. Nou ja, je hebt Generations meegemaakt. Je weet dat Generations-stijlen ook gewoon vaak podcast-stijlen zijn. Mm-hmm. En dat op zich is... Ja, maar dat is toch anders. Want dan heb je... Nu hebben we niet elke keer Harm die er eens schreeuwt dat het niet goed gaat. Of die aan het schreeuwen is van, ze zijn aan het scoren. Gewoon Harm die schreeuwt. Die heb ik niet. Ja, klopt. Ik las vandaag nog op zich wel een geinige reactie van... Stefan. Van ja, het is op zich wel mooi te horen dat Harm niks is veranderd met de jaren. Nee, klopt ja. Want in principe, als Harm echt er zin in heeft, hoef je bij wijze van spreken een half uur niks te lullen. Hij vult het half uur wel op. Met gescheld. Yep. En vooral veel lawaai. Ja. En het mooie vind ik dan wel dat... hij het niet alleen zou doen. Hij zou niet alleen recorden. Ook al zou je het op zich nog steeds kunnen. Mm-hmm. Maar ja, dat merk ik van mezelf ook wel van. Ik kan nog steeds wel alleen doen. Maar ik kan bijvoorbeeld geen grote parts
of grote series meer alleen doen. Nee, waarom dan niet? Omdat je dan gewoon geen dingen meer hebt om over te praten. Dat dus. Ja, dat herken ik wel, ja. Want ik zat laatst misschien nog over na te denken om misschien Tales of Arise alleen te doen. Maar zat ik zo van, ja, ik weet hoe lang de game is. Die game is 40 uur. Als ik een beetje goed snij, kan ik misschien uitkomen op 30 uur. Maar dan moet ik alsnog 30 uur vullen in mijn eentje. Ja, precies. Het kan wel, maar dan moet ik ook gewoon weten van, oké, ik heb nu gewoon de komende, nou ja, komende 3 weken of komende 4 weken gewoon de tijd om het op te nemen. En niet dat ik er, ja, niet dat ik er 5 jaar over doe. Nee, nee, nee. Dus dat is het. Dus daarom doe ik nu voornamelijk gewoon longplays. Omdat naar verhouding gewoon veel minder moeite kost en het is gewoon opnemen. Ja, ik moet zeggen, ik vind natuurlijk de opnames die ik doe met anderen vind ik sowieso altijd veel leuker. Alleen ik moet zeggen, nu heb ik elke keer één serie lopen die ik in mijn eentje doe. En dat vind ik op zich ook wel leuk. Mm-hmm. En dat snap ik ook wel. Want daar is het grote voordeel voor. Je hoeft niet te plannen. Je kan het gewoon doen wanneer je wil. Zeg maar. Ja, klopt ja. Nou shit, net te traag. Nou, deze heb ik al gefaald. Zo. Nee, klopt. Dat is op zich een mooi voorbeeld dat je niet hoeft te plannen. Maar aan de andere kant, je hebt ook minder stiltes. Dat klopt. Je hebt veel minder stiltes. Want bij mij zitten er best wel wat stiltes tussen. Want ja, een van de series die jij waarschijnlijk weer binnenkort opnieuw gaat doen, omdat de nieuwe waves uit zijn van Mario Kart, is Mario Kart. Die komen... Waar is die deze week uitgekomen? Oh, nee. Volgende week. Volgende week komen er 2 nieuwe afleveringen. Ja, dus dan weet ik ook gewoon van, nou ja, die parts zijn naar verhouding niet lang, want ik heb laatst nog beide cups gedaan in één video. Ja. En dat is toch vaak meer reactie, commentaar ja, dan dat, echt... Ja, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik natuurlijk die upload, omdat dat is meer mijn reactie naar de cups en de banen dan dat ik dat echt doe. Omdat ik, al heb ik er wel over zitten denken, ook een beetje omdat jij mij daar ideeën op gaf, maar ook omdat ik dat best wel leuk zou vinden om te doen, is een... Misschien ooit een keer een Mario Kart Generations te doen. Dat kan. Neem het van mij aan. Daarvoor moet je een week uitzetten. Nou, ik ga het niet allemaal achter elkaar doen. Maar ja, dat klopt. Je moet... ik bedoel, ik ga het niet allemaal in 1 week opnemen. Zeg. Nee, snap ik. Maar ik heb het gedaan met Harm destijds. Dus het kost wat tijd. Was het leuk om te doen of... Alles na de NES en SNES tijd, ja. Alles daarvoor, oh, 64, nee. Want die vind ik leuk. Ja, 64 is prima. Want het ding met 64 is gewoon, je kan ook gewoon je dingen doen. Het is een beetje moeilijk op sommige punten, maar het is op zich nog wel een keer te doen. Ja, maar NES en SNES is gewoon kloot, omdat je echt gewoon iedere keer erin moet zitten en je moet cups unlocken. En ja, Double Dash blijft ik dat leuk. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat juist goed. Dat je cups moet unlocken. Normaal. Dat vind ik veel leuker dan dat je alle cups al hebt. Net als in Double Dash, dat je de special cup moet unlocken. Toen ik die unlockte, dat was in de tijd dat internet nog wel natuurlijk een ding was, maar niet zo erg. Dat het gewoon een verrassing was. Dat ik gewoon 4 nieuwe banen kreeg. Hmm. Ik dacht van... Wow, what the fuck is dit, dacht ik. 4 nieuwe banen. Ja. Nee, ik snap hem op diep. Vanuit dat perspectief wel. Maar ja, ik ben soms ook nog wel... En nieuwe poppetjes overigens ook, hoor. Daarom vind ik... Dat vind ik juist het leuke aan bijvoorbeeld Mario Kart Wii. Dat je best wel veel poppetjes moet unlocken. Dat vind ik juist wel vet. Ja, en dat vind ik dan vaak wel weer iets anders dan bijvoorbeeld... Nou ja, met Double Dash heb je gewoon een goede collectie qua dingen waarmee je kan beginnen. Dan kan je nog de rest wel unlocken. Want dat deed 8 Deluxe wel wat minder. Want dat was zo van, ja, succes ermee. Ja, 8 Deluxe, dan krijg je gewoon alles klaar. Ja. Doei! Maar ja, dan kan je het ook... Nou, het is jammer, maar ik kan ook wel zo zien van, het is een definitive versie. Ja, dan nog. Vind ik alsnog saai. Maar ik moet wel zeggen, ik denk, ze doen nu met die waves en zo, hè.
ik heb het gevoel dat ze gewoon met Mario Kart 9 wachten. Of misschien dat ze wel meteen naar 10 gaan, dat kan wel. Dat ze wachten gewoon om dat een console release te maken of zo. Ja, maar dat is het ook. Dat, ja. Dat denk ik ook gewoon. Want omdat Mario Kart zo'n bestseller is, zeg maar. Nee, klopt. Zie je aan 8, die nu al 100 jaar uit is en dat hij nog heel goed verkoopt. Mm-hmm. Maar dat is het ook, hè? 8 verkoopt heel goed en huppakee. Is nog steeds de meest verkochte game op heel de Switch. Ja. En terwijl dat gewoon een remake is. Mm-hmm. Precies, ja. Nou. Had je ook die fight tegen de Sphinx of dat niet? Ja, een paar afleveringen geleden. Ja, ik ben er nu mee bezig. Ik vind het geen leuke fight, want ze ontwijken letterlijk alles. Ja. Jij vroeg het af met rupsband. Ik vraag het af, als jouw been gewoon letterlijk cementblokken zijn, hoe kan je me dan nog ontwijken? Inderdaad. Dat is best een goede vraag. Er zit ook geen logica achter, hè? Of je iets kan ontwijken of niet. Nee, mijn invasion is 80, toch word ik iedere keer geraakt. Nee. En ik denk dat het... Misschien is dat ook deels onervarenheid aan onze kant dat wij de game snappen. Daar geef ik de game de schuld van. Want... Nou, ik wou net zeggen, want we zijn ook niet dom, zeg maar. We weten echt wel hoe games werken op een gegeven moment. Ja. En het is ook niet dat het zo uitgebreid is, bijvoorbeeld bij zo'n Xenoblade, dat ik denk van, joh, er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Bij dit is het echt gewoon van, nou, je drukt op een knopje om te schieten en je hebt een paar, bot types, maar dat is het. Ja, en ik denk dat het misschien is dat we dan moeten gaan uitvogelen van, oké, welke types, dus grapple, strike, die dingen, hebben het juiste effect op A, B, C, D, E. Ja, ik denk dat inderdaad een goed idee is. Laten we in ieder geval de aflevering gaan beëindigen. Ja, ik moet toch weer resetten. Precies. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik je graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos.